Hoe vond je je vitraatje? Ja, mooi. Oh. En toen stonden we op het kerkhof bij mijn mama. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag 11 augustus. We leven om 13:28. Ja. Ik ben weer netjes gekleed, want we gaan naar Amerika toe. Maar ik ga straks eerst met de dames lopen. En ik had die vitrage gemaakt voor Meri. Nou, die heb ik netjes opgevouwen. Dat is klaar. Zoals jullie weten, want dat hebben jullie gezien. En dat gaan we nou naar Meri brengen. Dus we gaan nog lekker gezellig erheen en een bakje koffie doen, et cetera. En dan ben ik benieuwd hoe ze het vindt allemaal. Ja. Hè? En de meisjes laat ik dan thuis, want zij heeft een kat en die kat die is totaal geen honden gewend. Nou, dan laat de meisjes dan mooi thuis, kunnen ze best wel. Hé, dame? Hé, Joekse? Wat vlootjes heb je niet, hè? Nee, ik heb geen vlootjes. Allebei niet. Ben ik blij mee? Ja. Hé? Ja. Ik had wat loszittende haartjes. Ja, nou dat kan ook heel erg lastig zijn. Maar dat doet er niet toe. Hé? Nee, hè? Nee, dus ja, dat brengt onze dag. We gaan er een gezellige dag van maken. En dat is dus de vitrage naar Meri brengen. Nou, we gaan nu op weg naar onze Meri. En ik laat jullie een klein stukje meegenieten van de tour. Klein stukje hoor. Want ik moet wel mijn beide handen aan het stuur houden, zometeen. Ja. En dus gaan we hier weer even keurig eraf. En ik kan nog geen richting aangeven, of ik moet het met jullie doen, maar dat gaat ook weer niet. En dan gaan we hier de spoorstraat weer in. Zo. Nou, kunnen we even een klein stukje meegenieten. Met van wat ik zie, laat ik jullie zien. Nou, dan moeten we uitkijken. En ja, er wordt veel afgebroken en er veel weer opgebouwd. Er staat veel leeg en er komt veel nieuw. Ja. Maar dat is overal tegenwoordig zo. Nou. Verder neem ik jullie even nog niet mee, want ik moet nou beide handen even aan het stuur. Want die teluutjes op en teluutjes af, dat gaat een beetje moeizaam. Ja. Dus ik zal er nog eentje nemen. Ziek idee. Dus tot straks bij Meri. Lieve vrienden, jullie zien het net. We zijn bij Meri aanbeland. En Meri die gaat haar booster uit haar schuur halen. Dus ja. Er zit een grote schuur, want dat hoort er allemaal nog bij. Dat is allemaal schuur. Ja. Dus nee. Hou je dat? Nou, ik ben aan het vloggen. Vlog. Jou? Jero. Hi. Ik hoef dat toch niet op? Tuurlijk wel. Natuurlijk niet. Hoe vond je je vitrage? Ja, mooi. Oh, want ze hebben ook gezien dat ik aan het naaien ben geweest. Hartstikke bedankt. Oh, heb je dat allemaal gevolgd? Ja, ik ben allemaal aan het filmen geweest. Zeker dus. Te weten. Ik moet eens even kijken, want... Waar moet je naar kijken? En hoeveel kilometer erop staat. Oh, dat. Ik heb hem alweer gebeld. Alweer? Is er wat los dan? Ah nee, ik vind dat die accu's erop liggen. En dat mag niet. Nee, maar ik krijg hem niet meer op die dag tellen. Oh, dat weet ik ook wel niet eens niet meer hoe dat moet. Ja. Naar het menu. Ja, dat klopt. En dan naar zet. En dan verspringt hij. Ja, vergeet het maar.
538 staat die, komma 5. Ja, ik ben natuurlijk hoog op. Want ik heb nou mijn schuur niet dicht. En dan moet ik weer een andere sleutel pakken. En dan heb ik geen zin meer. Dus. Eentje is achteruit. Sleutel eruit. Sleutel erin. Sleutel erin, sleutel eruit, ja zo gaat het goed, ja zo gaat het goed, zo gaat die als die wees het moet. Ja toch? Ja, stop nou maar even. Maar ja, zometeen weer een lekker bakje koffie, want ik heb hem op en ze hebben hem zelf ook op. Dus ja, we gaan... Wat staat hierop? We gaan reclame maken. De Haan, Hotel Restaurant De Haan. Oké, nou, ik word er niet voor gesponsord, maar in ieder geval, lieve vrienden, tot later. En toen stonden we op het kerkhof, bij mijn mama. Ja, waar al een heleboel van vernield is door andermans handen. Die geen naamkaartje ervan bij kon leggen, zoals dat engeltje heeft nog maar één vleugel. Het lantaarntje wat ze vast had is weg. Ja. Het gedicht, nou ja, dat is ook helemaal vervaagd wat ik ooit zelf heb gemaakt. Maar ja, ik kan daar niks verder aan veranderen dan het zo te laten. Die twee engeltjes zijn nog gelukkig wel heel. En ik vraag me af, waarom moet men andermans graven vernielen? Waarom wordt dat gedaan? Ook bij wijze van spreken, en dat is dan maar een kleinigheidje, maar blijf er van af. Planten stelen, bloemen stelen, beeldjes kapot maken en of stelen. Ook heeft er bij mijn mama een hele grote hond erop gestaan van beton. Die is er afgestolen. Hoe is ons een raadsel? Ja. Dus ik durf er zelf helemaal niks meer op te zetten. Gelukkig staat die kaars die Karin erop heb gezet, er nog wel. Maar blijf met je tengels van andermans spullen af en vooral van dit soort mensen. Het doet pijn bij de nabestaanden. Ik durf er absoluut niks meer erbij te zetten, erop te zetten. Of de, zelfs niet een bloemetje durf ik hier meer neer te zetten. En dat weet mijn moeder. Doe thuis wel. Ja, dus dit is het graf van mijn mama. Er zit een hele mooie steen. En daar ben ik tevreden mee. Ik zal er andere week weer even een zijdebloemetje er naartoe brengen. Even gewoon bij de zeeman of bij de Wibra vandaan halen. Bij de Wibra. En dan is het ook niet zo begrotelijk als het dat ooit ook weer gestolen wordt. Ja. Ik ga nu eventjes met mijn mama praten. Ik ben net op het kerkhof ook geweest, zoals jullie weten, bij mijn moedertje. En ik ben nog bij een aantal anderen geweest, dus ik kom dan van een hele andere kant af. Dit lijkt wel een erehaag van bomen, waar we onderdoor gaan. Tussendoor weet ik veel hoe je dat noemen wilt. Het is hier mooi en rustig. Ik zal eerst even wat doen. Even dat aapje aan de andere kant. Zo. Dat zat, oh, dat zit me ook nog in de weg weg. Waarom zit dat in de weg weg? Weet ik niet. Hup. Ja, dat... We zullen even kijken. Even lekker dit stukje uitrijden met jullie. Even rustig aan.
daar hebben we de vuurtoren. Hoe mooi is dat? En dan gaan we weer rechtsaf, die kant op. Zo, nou hij wil niet. Zo, dan maar even stilstaan met mijn duim. Nou, ik rijd nog een klein stukje die kant op. Daar is het ziekenhuis, dat gebouw. Maar ja, het ziekenhuis, hè? Wordt niks meer gedaan, je wordt allemaal afgevoerd naar Alkmaar. Daar worden enkel maar kleine dingetjes gedaan. En nou, dan stoppen we maar weer even. En dan ruim ik jullie weer op. Lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja. Eindelijk weer thuis. Ik ben nog eventjes door het centrum heen gevlogen. Althans, lekker langzaam gereden. En mijn luchthoren, die ik ooit van mijn mannetje had gekregen, die was leeg. Dus ik heb eventjes weer 5 bar lucht in laten pompen die onder te waren van mij. Dank u. Dus even wat erin laten doen. 5 bar bij de fietsenwinkel. Ik heb zelf wel een goh, heb ik die naam weer kwijt. Best een puntje van mijn tong. Het is een geel apparaat. Kun je mee spuiten op de muur verf. Om de muur wit te maken. Ik kan er mee zand stralen. Ik heb een compressor. Nou weet ik het weer. Een compressor. Staat in de schuur, maar ik weet bij hoog en belaagd niet hoe dat gekke ding werkt. En wat ik allemaal doen moet. Wat er aan moet om... Ja, sowieso moet er een slang aan. Ah, maar ik weet het allemaal niet. Ik moet iemand hebben die er verstand van heeft en die mij daarbij kan helpen om het voor te doen. En een paar keer erbij te blijven als ik het ga doen. Dus ja, we moeten het maar eens even zien hoe dat voor elkaar komt. Want dan kan ik het zelf doen, weet je. Ik weet ook dat dat ding een hoop lawaai geeft, ja. Maar meer weet ik ook niet. Maar oké, we zijn weer thuis en ja, het was een evenerende dag. Bij Mary geweest, even gezellig, dat weten jullie. Ik ben even bij mijn moedertje geweest op het kerkhof. En ik ben nog op zoek geweest naar een kindergrafje van Rebecca. Van mijn geweeste huishoudelijke hulp. Daar ben ik ook even geweest. En ja, dan kom je toch heel, aan een heel andere kant er weer uit. Dan waar je erin gaat. Maar in ieder geval, toen kwam ik door het Churchillpark heen. Nou, daar ben ik ook al zo vaak aan het filmen geweest. En lekker even lekker langzaam gereden, door mijn oude buurtje heen weer. En zo weer door de stad naar huis toe. Ja. Dus, maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik ga lekker eventjes nou een bakje koffie maken, want daar ben ik wel weer aan toe. Kijken wat Kandalf is, want ik heb wat van Mary gekregen, want Kandalf die is iedere keer aan het overgeven. Dat ik kon vanochtend de douche eerst helemaal schoonmaken. En de droger, de wasdroger, daar legt meneer op en die was helemaal vies en smerig en bruin en daar ligt hij op zijn eigen te wassen en dat heb ik helemaal schoon moeten boenen. Maar nou heb ik deze snoepjes gekregen. Ze gaan eten ook wel gras, want dat zie je, dat zit al in dat braaksel van hem. Nou, en dit is anti-haarbal. Nou ja, oké, dan geef ik hem dat. Kijk of hij dat ook lust. En er zit vitamine in, mineralen zit erin, dus... We zullen het afwachten of meneer dat lust. Ja, hé, ja nou, dames... Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag. En voor straks smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond. En tot later. Doei.